Ik ben Aileen Middel, ik ben graffiti kunstenaar. We staan hier in de tentoonstelling van Martin Wong. En voor mij zitten er ook een paar hele kleine gems in deze tentoonstelling, zoals de jas van Martin Wong. Wat je dan ziet is dat hij Zephyr, een trein graffiti schrijver, op zijn jas laat taggen. En ik vind dat toch wel weer een voorbeeld van, doe maar, tag me op meer. Heel bevestigend voor die jongeren. Supergoed. Ik vind dat dat ook is wat jongeren nodig hebben. In het schilderij hier achter me zie je dat Martin Wong handgebaren heeft gemaakt. Hij heeft meerdere schilderijen in deze show. Maar hij schilderde die handgebaren ook buiten op straat. Net als dat Jean-Michel Basquiat ook op straat een en ander deed. Keith Haring werkte op straat. Zo had ook Martin Wong een soort van street art. Daarmee werd hij ook gezien door graffiti schrijvers uit New York, uit andere delen van New York. En die kwamen hem ook opzoeken in zijn studio om juist met hem ook te praten over het werk op straat. Martin Wong die hield van de mensen om zich heen, hij hield van de wijk waar hij woonde. Hij woonde in een wijk met grote drugsproblemen, grote afbraak, urban decay. Maar hij had echt een grote liefde voor al het menselijke wat daarin gebeurde.